Er zijn heel veel gereedschappen die je dan wel ziet op internet. Maar dat je denkt, ja, is dat nou wel wat? Dus ja, hoe kom je daar nou achter? Misschien zijn er andere mensen die daarmee aan de gang zijn gegaan. Maar... Dus ik, op een gegeven moment was ik met messen bezig om dat te slijpen en zo. En ik had een prachtig mes gekocht. Van zo'n breed, hoog mes. Roestvrij staal. Nou, kostte geen drol. Zo'n 25 euro geloof ik. Nou, fantastisch. En ik vond dat leuk, omdat je hebt wel die hakmessen. Maar om een gewoon mes te gebruiken en je ingrediënten zo van het bord af te... En dan in de pan te doen. Dat heeft die lekkere oppervlakte. Dat is even mijn reden. Ik hoor gelijk al iemand piepen van... Ja, maar dan krijg je een bot mes van. Nou, dat zie ik helemaal niet gebeuren als je dat zo doet. Want je komt niet eens met de scherpe kant op de plank als je het goed doet. Dus... Ja, je kan overal wel inhakken. Dan wordt hij overal bot van. Maar, nou had ik een apparaat gezien om je messen te slijpen. En nou waren ze al gauw 200 euro. En ik dacht, ja, dat heb ik er niet voor over. Dat wil ik niet. Dus ik zag een apparaatje van een euro of 60, geloof ik. En dat was dit. Maar, ik zag niet goed. Ik denk, ja... Je had er een hendeltje bij. Kijk, dat is dit. En ja, hoe doe je dat dan? Pas als je het ziet, begrijp je het. Maar er zitten drie soorten verschillende steentjes in. Of ja, eentje om te af te werken. Een korrel van 320 en een korrel van... Een slijpsteentje van 600, een korrel en een... Een gladde, een soort, ja, dat ziet er meer als steen uit. Dat is voor de polijsten. Ik denk, ja, hoe doe je dat dan? En, nou, dit is het apparaatje. En je krijgt er een houdertje bij. En hier moet het mes in. En dan zit het midden, zit er een schroefje, daar kan je hem aandraaien. Er zit een magneetje op het eind. Dat steek je zo in het stationnetje. Kijk, daar zit hij. En dat als je dit hier van achteren drukt. En dat is vrij stijf. Dat sta ik nou even uit de losse hand te doen. Maar dat moet je dan drukken en dan kan je hem draaien. Nou, je kan hem er ook uittrekken en dan draaien. Andersom past hij er ook in. Dus zo'n heel mechanisme is niet nodig. Want je trekt hem eruit en je doet dit. Nou, klaar. Goed. Nou had ik... Kijk, met zo'n... Je hebt een klein mesje. En dat is even demonstreren. En dat doe je ongeveer in het midden, dat hij een beetje in evenwicht is. En dan ga je die schroef aandraaien. Nou, die schroef, daar kan je maar beperkte kracht op uitoefenen. Van boven en van onderen. En dan nog zit het te glijden. En dat krijg je ook, want ik laat nu even zien hoe het nou werkt. Want dit zit hierin, het blijft dan zitten. En je hebt een slag die je kan maken. Hier zit een stop en hier zit een stopje op. En, en deze schroef, die is om de aantal graden in te stellen. En, maar, ik wou het vooral met deze doen. En als ik dit hier doe... Nou, daar gaat het alle kanten op. Nee, het is vooral voor een gemiddeld mes. Daar, maar hij is ook niet een van de duurste. En dit stationnetje staat een beetje instabiel, vind ik. Nou, en die hoogte heb ik nou, dat kan je zien in de handleiding. Daar staan hier een aantal graden bij. En dan kan je zien voor keukenmessen, voor Japanse en Europese keukenmessen in verschillende hoeken. Maar, ik heb dit van dat glijden, dat heb ik nou wel opgelost. En dat doe ik, dan haal ik hem er even uit. Kijken welke kant moest hij nou uit, zo denk ik. Nou, kijk, dat gaat nou even niet echt handig. Wat doe ik hier nou mee? Ik plak hier een plakbandje even erop. En dat plakbandje dat geeft... anti-slip. Ik
heb altijd van die grote rollen plakband. Gebruik ik overal voor. Voor houtrotvullen. En nou hier ook weer een anti-slip erop te maken. Oh, een klein stuk heb je maar nodig. Je plakt dat op de rug. En dan doe ik even daar, anders heb ik niet genoeg breedte. Kijk, dan zeg je ja, maar dan steekt het uit. Ja, ja, rustig maar. En hier. Zo. Kijk, nou heb ik een randje, een ruggetje. Ik heb een ruggetje. Nou, dat maken we er hier op. Dus even zoeken naar de opening. Zo. Zo. Hier zat hij wel goed. En nou kan je lekker aandraaien. En dan zie je dat het er dan zo in zit. Kan je misschien nog een beetje steviger nog. Zodat hij lekker vast zit. Kijk, nou glipt hij niet. Nou, en nou doe ik het even met steentje. En je hebt zo'n slag. Nou, dat kan je hier, een rubbertje zit op dat ronde staal en dan stopt hij op. Deze kan nog iets verder. En dan kan je lange slagen maken, zo. Zo. En dan kan je lekker... Kijk, en dit blijft lekker stevig zitten, maar... Wat rammelt, dat is dat stationnetje. Kijk. Dit zit gewoon met een magneetje hier onder in een gaatje. Dus eigenlijk min of meer los. Ik kan hem zo eruit halen. En dan zit hier een wit puntje en dan kan je zien dat je dit kan doen. Leuk hè? Ja, leuk. Leuk. Het is natuurlijk allemaal plastic, maar... acceptabel. En maar ik denk van ik ga hem gewoon op de werkbank en een huppakee een leuk bankschroefje of een lijmklemmetje erop en dan kan je er zo bij. Zo, dat lukt wel. Zie je? Daar heb je geen last van die lijmklem. Maar ik dacht ook nog, als ik nou een plankje eronder maak wat iets breder is, dan kan je hier ruim erbij en je kan hier ruim erbij. Maar dit staat ook al aardig stevig. Kijk. Nou en deze, dan kunnen we beginnen met 320. Dat klikt in zijn stand, dat hij zo blijft. En dan kan je en slijpen. Dit is de grofste. Kan je voelen of er braam op komt, dat vind ik dan heel belangrijk. En lange slagen en dan rustig. Ja, je moet gevoelige vingers hebben. Dat zie je nergens, of dat lees je nergens. Wat belangrijk is, dat je een braam krijgt. Want pas als je een braam hebt, dan weet je dat je geslepen hebt. Dus we gaan net zo lang door tot we een braam hebben. Nou. Kijk, nou wil ik hem draaien, maar dan zit die lijmklem in de weg. Kijk, als die lijmklem hier zit, dan heb je daar geen last van. Dus nou moet ik die lijmklem losmaken. En, huppakee, nou sta ik aan de andere kant. Dat is natuurlijk niet zo'n... Maar nou kom ik in de weg met die lijmklem. Kijk, nou ben ik nog steeds aan het slijpen.
verplaatsen. Zie je dat? Dat. En moet ik hem toch een beetje strakker zetten. Nou, dat kan haast niet. Dus dat plakbandje doet het wel, maar dat kan iets beter. Je zou iets moeten vinden wat meer anti-slip geeft. Leuk om daar eens over na te denken. Dan gaan we hem even draaien. Kijk, dat kan ik ook zo doen natuurlijk. Dan heb ik die lijnklem niet los te maken. Zo. Dan ben ik er ook. Misschien wel zo makkelijk. En ik voel geen beschadigingen meer hier. Klaar is Koos. Nou, wat vind ik hier nou van? Van dit dingetje. Ik vind de stabiliteit, daar moet je wat aan doen. En ik heb ook nog gedacht van, als dit nou opraakt, als je heel veel slijpt, dan raakt het een keer op. En dan moet je een nieuwe kunnen kopen. Dat wordt niet zozeer op de website aangeboden. Ik heb een mailtje gestuurd. Kan ik nou zo'n ding ook kopen als reserve, als spare part? Dat moet ik nog horen, het antwoord. Maar er is een upgrade stel van een stuk of drie van deze dingen met andere korrelsterkte. Dus dan kan je het perfectioneren. Maar dat kost wel zo'n €85. Nou, dat vind ik veel te veel geld. Dan doen we het wel op zo'n plankie. Dus het is in zijn prijsklasse is het een redelijk ding. Maar je moet even wat aanpassingen doen. Zoals dat anti-slip ding. Nou, ik heb het met dit mes gedaan. Nou, dan gaat hij alle kanten op. Dat moet je echt heel stevig hier kunnen vasthouden. Nou, dat doet hij niet hoor. Dat is... zit eronder. Zo moet hij erin. Nou, als je dat zo erin hebt staan, nou dan is die... Deze kracht is... kijk, daar gaat hij alle kanten op. Dus eigenlijk is hij niet zo geschikt voor grote messen. Maar voor de gemiddelde mes gaat het wel.